ik ga even vertellen wat ik ga doen. Ik ga van nu een matras maken. Dat is niet zo'n ingewikkeld karweitje. Dit is niks meer dan een dure plastic zak. Gevuld met piepschuim korreltjes. Nu is die nog hard. Soms is een vacuümmatras nodig tijdens het maken van de voorbereidende CT-scan en de bestraling. Dit is vooral nodig bij robotbestralingen, maar kan ook in andere gevallen noodzakelijk zijn. Het vacuümmatras is een op maat gemaakt matras dat ervoor zorgt dat u zeer stabiel stil ligt. Hierdoor ligt u zo comfortabel mogelijk. Uw radiotherapeut zal u hierover inlichten. Het vacuümmatras wordt gemaakt in de mold room. Dat is een ruimte waar hulpmiddelen bij bestralingen worden gemaakt. U komt hierbij op een matras te liggen in de gewenste houding. Dit kan zowel in buik- of rugligging zijn, afhankelijk van de plaats van de tumor. Dan ga ik de pomp aanzetten, gaat hij alle lucht eruit halen en dan wordt het ding echt keihard. Ja, dan gaan we even kijken hoe het dan is. Goed zo. Het matras is gevuld met kleine bolletjes. Een pomp zuigt vervolgens de lucht uit het matras, waardoor deze zich precies om uw lichaam vormt. Dan zijn we klaar. Dan ga ik u van tafel afhelpen. Dan ga ik eerst even de blok onder uw benen weghalen. Ja. Dit speciaal op maat gemaakte matras wordt vervolgens tijdens alle bestralingsbehandelingen voor u gebruikt. Niet duizelig? Nee, helemaal niet. Mag u aankleden?